Het is op dit moment bijna niet te doen om in Holland te komen. Door allerlei omstandigheden, waar in eerste instantie het weer debet aan is, zijn alle toegangswegen bijna niet te bereiken. We brachten een bezoekje en kwamen tot de ontdekking dat er wel heel erg veel verkeer door Holland komt. Nou, het gaat nog niet zo heel goed, hè? Nee, het is echt barrenboos. De mensen moeten elkaar passeren. Hebben ook wel nog wat slechtere wegen gehad vanwege de sneeuw. Het is bijna niet om te doen. Er zijn al een paar aanrijdingen geweest. Er is al een paar mensen gevallen. De scootmobielen moeten van de weg af. Als een auto komt, die kunnen er bijna niet meer door. Nee, het is echt slecht. Maar is er al iets gezegd van hoe ze dat op gaan lossen? Nou, naar mijn weten heb ik er nog verder niks van gehoord, want we zitten al meer dan een jaar over de stok. Of dat ze een klein dun laagje eroverheen kunnen doen. We hebben vanzelf drempels gekregen en ze doen er gewoon helemaal niks aan, want het kan niet, zeggen ze. Kijk, als het budget niet meer reikt, dat vind ik prima. Dat kan, hè. Dat je een beetje in moet korten vanwege de kosten, maar om dan dure kunstwerken te leggen van de karthuizer in de weg. Toen hadden ze gezegd, als ze die platen op de stok leggen, hebben ze daar ook een harde weg. Ja. Nee, en dan hadden ze een tijd geleden ook nog daar bomen aan het rooien. En dan toen hadden ze helemaal Holland afgesloten, kon niemand in of uit Holland meer weg. Dus ja. Er moest de gemeente gebeld worden, ze moesten stoppen met die bomen kappen, want niemand kon meer naar huis of in het dorp. Ja. Heel slim, goed over nagedacht. Ja. Het is, ik denk, een erg slechte tijd om er nu aan te beginnen, maar het zal wel ergens een oorzaak hebben. Ja. Ik weet het niet. Ja. Goed, ik heb nou wel de wethouder gesproken en die was er ook van doordrongen en zei, ja, ik krijg diezelfde klachten. En het is zo, die mensen zitten in de penarie. Maar ja, het weer is zo enorm slecht dat we het eigenlijk niet hadden kunnen voorzien. Maar wij beloven wel om straks, als zo gauw als het weer droog wordt, dat we heel snel doorgaan en dan toch die gaten weer aanvullen. Want nou schijnt het geen doen te zijn. Maar wat denk je ervan? Want je wilt wel meer nieuw, denk ik. Hè? Ik denk dat hier wel het een en het ander veranderd kan worden. Ja, een beetje aangepast kan worden. En de wegen, zeker. Als je hier over de stok gaat rijden, ik weet niet of je daar van plan bent. Maar knoop alles maar vast, want je bent zo alles kwijt voor je 300 meter de straat in bent. De verantwoordelijke wethouder René Dekkers gaf zijn visie op dit drama, maar kon door omstandigheden niet in beeld komen. Vandaar zijn antwoord via de telefoon. Van mensen die alsmaar mopperen dat ze Holland niet kunnen bereiken en dat ze met auto's alles kapot rijden, et cetera, et cetera. Wat moet daar de gemeente aan doen? Want die mensen die klagen erover, die zeggen, ja, dat moet de gemeente doen. Maar heb jij daar een antwoord op? Ik snap heel goed dat mensen klachten hebben. De bermen zijn slecht en de bereikbaarheid is ook slecht. Het werk duurt ook wat langer. Maar de gemeente kan er op zich heel weinig aan doen. We hebben geprobeerd de bermen te verbeteren. Dat hebben we met puingranulaat, zoals dat heet, hebben we het geprobeerd. Alleen met deze weersomstandigheden is dat na een halve dag weer weg. Kijk, we wisten dat we de winter in gingen met dit werk. Dat had heel veel te maken. We hebben verschillende grote partijen in de gemeente nu aan bod. Bijvoorbeeld revitalisering Nijnsel en ook bij Venseweg en de Hollandseweg op Pastoor Smitstraat, waar we bezig zijn. Dus we wisten dat we de winter in gingen en dat het lastig zou worden. Heeft wel ook mee te maken. Qua voorbereiding hebben de mensen heel goed betrokken en daardoor loop je al uit in de hele planning. En als je dan begint en je krijgt een winter zoals we nu hebben op ons dak, is echt extreem. Ik denk dat iedereen daar ook begrip voor heeft dat het heel extreem is. We hebben nog nooit zoveel sneeuwdagen gehad als dit jaar. En dan krijg je dergelijke toestanden. En dat is jammer en heel vervelend, maar helaas. Wanneer is het werk af? Ik hoop, als het alleen nog maar vorst blijft, dan kunnen we iets doen. Dan kunnen we extra zand in doen, dan kunnen we vooruit. En dan kunnen we snel vooruit, kan het, ja, begin maart klaar zijn. Maar goed, er hangt er veel van af.